Mijn naam is Bert Leentvaar. Ik ben kaakfysiotherapeut, of sommigen zeggen orofaciale fysiotherapeut. Kaakfysiotherapeut is prima. En ik werk in Wormerveer bij Gezond Plus. Nou denken sommige mensen dat kaakfysiotherapeut zich voornamelijk bezighoudt met klachten van het ene kleine kaakgewrichtje. Maar dat is maar een deel van het verhaal. We behandelen eigenlijk alles wat te maken heeft met klachten in het gebied tussen de kruin en het borstbeen. Dus je kunt daarbij denken aan hoofdpijn, aan slikklachten, aan duizeligheid, aangezichtspijn, pijn in de hals, pijn in de nek, schouderklachten, toestanden na operaties, mensen die hun mond niet goed kunnen openkrijgen. Dat alles bij elkaar, dat is het werkterrein van de kaakfysiotherapeut. Vandaag wil ik iets vertellen over hoofdpijn en met name hoofdpijn bij spanning. We zitten met z'n allen in een lastige situatie in Nederland. Dat vervelende virus dat waart rond. We moeten allemaal binnen blijven. We zijn onzeker over de toekomst. En dat geeft veel spanning. Wat doet een mens als hij gespannen is? Of als hij in een moeilijke situatie is? Je zet je schouders eronder. Je zet je kiezen op elkaar en je duwt door. Je gaat gewoon door, zo goed en zo kwaad als het gaat. En daarbij ben je dus letterlijk je kiezen op elkaar aan het klemmen. Die kiezen op elkaar klemmen, dat valt samen met iets anders, namelijk je schrap zetten. Er komt iets moeilijks op je af, je gaat je verdedigen, je kijkt de kat eens uit de boom en je zet je kiezen op elkaar. Natuurlijk. Ik overdrijf, maar dit is wel wat er gebeurt in het dagelijks leven bij iemand die onder spanning staat. Denk maar eens aan iemand die heel hard ergens op bijt. Je hebt een nootje. Een nootje, dat is een beetje hard. Je zet het tussen je tanden. Je bijt door. Dit mag niet van de tandarts trouwens. Maar stel je voor dat. Dan gebeuren een aantal dingen. Je bent kracht aan het zetten met je kauwspieren. Maar tegelijkertijd gaan je schouders omhoog. Uiteindelijk ballen zelfs je vuisten, dat hele gebied, van hier tot hier tot hier, komt op spanning te staan. Dat werkt ook omgekeerd hoor. Als je veel kracht geeft, iemand die in de sportschool bezig is en net dat laatste stukje kracht wil zetten, die zal ook zijn kiezen op elkaar gaan klemmen. Waar doe je dat mee, je kiezen op elkaar klemmen? Dat doe je met je kauwspieren. Dan gaan we dit verhaal niet al te ingewikkeld maken. Maar misschien is het toch aardig om even een klein stukje anatomie te laten zien. Hoe zit zo'n spier nou eigenlijk in elkaar? En waar zitten die dingen nou eigenlijk? Ik zal u zo meteen een schedeltje laten zien. Die is van plastic, dus schrik daar niet van. Diegenen die dat misschien een vervelend gezicht vinden, die kunnen eventjes een minuutje de andere kant op kijken. Dit is dus de schedel. Je ziet hier het kaakgewrichtje, hele kleine dingetje. En pal erachter dat gaatje, dat is het oor, dat is de gehoorgang. Het kaakgewricht ligt dus pal voor het oor. Het kaakgewricht kan een paar verschillende dingen doen. Hij kan kantelen en hij kan een stukje schuiven. Die bewegingen die worden gemaakt door een aantal spieren, waarvan aan de buitenkant hier deze zichtbaar zijn. Het is één grote spier in de wang. En het is een grote spier aan de zijkant van het hoofd. Je denkt hier misschien dat het een plat pannenkoekje is, op dat modelletje. Maar als je dan bedenkt dat in werkelijkheid die spier dit hele gat opvult hier, daar. Dan kun je je voorstellen dat dat echt een grote stevige spier is. Bij alle hoofdpijnonderzoeken wordt die dan ook gerekend onder de zogenaamde spierspanningshoofdpijnen. Het wordt nog wel eens genoemd spanningshoofdpijn, maar eigenlijk is dat een beetje verkeerde vertaling van het Engelse tension headache. Want het heeft niet zozeer met geestelijke spanning te maken, maar met spierspanning. Je zou het dus spierspanningshoofdpijn kunnen noemen aan de zijkant van het hoofd, door je kauwspieren. Goed, wat kun je daarmee? Wat kun je daarmee doen? Nou, er zijn een aantal trucjes die je kunt toepassen.
Je kunt door de dag heen erop letten dat je tanden en kiezen elkaar net niet raken. Als dit je mond is en je hebt hem dicht, dan voel je dat je tanden en kiezen op elkaar staan. Dat past maar op één manier. Als je nou de tanden en kiezen een klein stukje vrij van elkaar houdt, dan ontspannen die kauwspieren. En dat gaat het makkelijkst als tegelijkertijd de tong tegen de bovenkant van de mond, tegen het verhemelte aanhangt. De tong hangt als het ware een beetje geplakt aan het plafond van je mond. Dus de tanden kiezen uit elkaar en de tong aan de bovenkant tegen het verhemelte aan. Let ook op dat die schouders niet te veel opgetrokken staan. We zagen net dat die schouders en die tong en die mond allemaal met elkaar samenwerken op het moment dat je onder spanning staat. En al is het maar een klein beetje, het is genoeg om op den duur last van te krijgen. Nekpijn, schouderpijn en hoofdpijn in dit hele gebied. Dus tanden en kiezen uit elkaar, tong omhoog. En zorgen dat die schouders rustig naar beneden hangen. Ga daar eens op letten. Het zal een stuk schelen voor de hoofdpijn. Ben je nou toch de hele dag aan het klemmen geweest of word je 's morgens wakker, want veel van het klemmen met de kiezen doen mensen 's nachts. Dan kun je ook die spieren gaan verzorgen. Net als een wielrenner die net een Tour de France etappe heeft gedaan. Die wordt verzorgd, die wordt gemasseerd, geswanjeerd, zeggen de wielrenners. Wat je zelf kunt doen, dat is die spieren ook gaan masseren. Heel simpel, de toppen van de vingers gaan tegen de zijkant van het hoofd. En je gaat heel rustig grote rondjes draaien. En dan moet je niet duwen en blijven duwen en draaien. Maar je geeft wat druk, je maakt een half rondje en je haalt de drukte weer af. Druk, half rondje, drukte weer af. Drukte weer af. Drukte weer af. Pas op dat je niet gaat verschuiven, want dan ben je aan je haren aan het trekken. En dat gaat op een gegeven moment zeer doen. Geldt natuurlijk ook voor heren met gezichtsbeharing. Je kunt er namelijk ook deze spier, kun je masseren. Mond open, grote rondjes draaien, rustig aan, grote bewegingen. Let alleen wel op dat je niet dit gaat doen. Want dan gaat het straks heel goed met je kauwspieren, maar dan kunnen we, als we met z'n allen weer gezellig bij elkaar kunnen komen, aan je nek gaan beginnen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Ik zou zeggen, blijf gezond, hou afstand van elkaar en we zien elkaar terug in betere tijden.